Burgemeester van Madurodam bezoekt Roermond. Koninklijke onderscheiding voor kolonel buitendienst De Leeuw. Bezoekpartnergemeente Markt Redwitz aan Roermond. Limburgs kampioenschap snelschaken. Jong Management Congres 2009. En stroomstoring treft Centrum Roermond. Op donderdag 15 oktober heeft een delegatie van Madurodam onder aanvoering van de burgemeester een bezoek aan Roermond gebracht. Aanleiding van dit bezoek vormt de onthulling van twee Roermondse bouwwerken in juli dit jaar in de kleinste stad van Nederland. Ja, ik vond het in positieve zin erg verrassend. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik, toen ik uit de trein zou stappen, dat ik dan in eigenlijk toch wel een hele mooie stad terecht zou komen. Ook vooral toen ik hoorde dat dit als beste binnenstad van Nederland is verkozen. Het is toch wel, wel leuk dat we dan hier net mogen zijn en dat we dat zojuist hebben geopend in Madurodam. Dus wel bijzonder en zeker verrast. Positieve wijze natuurlijk. Ze waren heel erg enthousiast en verrast eigenlijk over de stad Roermond. Dus we hebben meer dan een uur rondgelopen. En ze hebben heel veel mooie details gezien en uiteraard natuurlijk heel ingegaan op het stadhuis en op de kiosk die te vinden zijn in Madurodam. De heer De Leeuw, kolonel buitendienst, is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn grote verdiensten wat betreft het verzamelen en vastleggen van gegevens van diegenen die als militair, lid van het verzet of koopvaardij voor Nederland zijn gevallen. Een delegatie uit partnergemeente Markt Redwitz brengt op dit moment een bezoek aan Roermond. Aanleiding hiervan is de viering van het eerste lustrum van het partnership Zwalmen Markt Redwitz. Dames en heren, iedereen hier aanwezig. Ik begrüße Sie ganz herzlich hier in Roermond. Door de burgemeester van Markt Redwitz werd hier op het stadhuis het Gulden Boek getekend. De handtekening van koningin Beatrix staat erin. De handtekening van Maxima staat erin. De handtekening van Willem-Alexander staat erin. Heel veel minister-presidenten en dergelijke. Nou, en vandaag is dus daar mevrouw dokter Seelbinder bij gekomen. Als hommage aan het feit dat die partnerschap heel wat teweeg brengt. Afgelopen zondag werden de Open Limburgse Kampioenschappen snelschaken voor teams gehouden in de Donderie. Snelschaken is in principe de versnelde vorm van het schaakspel. Waarbij partijen maar 10 minuten duren in plaats van een hele dag. En in dit geval speel je met viertallen, dus waarbij het individuele resultaat niet telt, maar dat van het hele team. Het Limburgs kampioenschap snelschaken wordt in Roermond gehouden omdat het eigenlijk het hart is van schakend Limburg. En ook makkelijk toegankelijk is voor schakers uit Duitsland en België en ook Brabant. Zodat we altijd een goed bezet toernooi hebben hier in Roermond. Uiteindelijk mocht het Duitse team De Langslapers zich Limburgs kampioen noemen. Nou, een advies als jou je eigen bedrijf verkoopt, blijf nooit aan als adviseur. Want in het woord advies zit het woord vies. En in het woord adviseur zit het woord zeur. Dus je wordt een vieze oude zeur in je eigen bedrijf. Dus ga weg. Afgelopen weekend werd het Jong Management Congres gehouden in de Oranjerie. Waarbij ongeveer 200 jonge ondernemers, directeuren en managers met elkaar van gedachten wisselden. De doelstelling van het congres van Young Management in Roermond is het bij elkaar brengen van de leden van Young Management om te praten over de dingen die belangrijk zijn op dit moment. Young Management is de vereniging van jonge werkgevers in Nederland. En we hebben onder andere in Roermond hebben we een kring waar dus leden hier van ons zijn gevestigd. En in dit geval is het door hun georganiseerd. Het is een fantastisch congres met als thema durven dromen. En dat sluit uitstekend aan bij onze doelstelling Maak het verschil. En we proberen dat mensen die lid zijn van Young Management beter toegerust zijn om na te denken in waarin ben je nou eigenlijk onderscheidend als bedrijf of als ondernemer. Door een kabelbreuk tijdens werkzaamheden aan de Brede Weg heeft een deel van Roermond afgelopen donderdag enkele uren zonder stroom gezeten. Naast 900 huishoudens hadden ook de treinreizigers hiervan veel overlast. Er was namelijk geen treinverkeer mogelijk van en naar Roermond. Zijn jullie al lang aan het wachten? Ja, redelijk lang. Half uur nu. Half uur? Ja, een half uur. Ik ben al anderhalf uur op wachten nu. Rond 6:30 's avonds was de stroomstoring opgelost.